Joan Haanappel, de kunstschaatslegende van de vorige eeuw was, is Lindsay van Zundert het talent van de toekomst. Als eerste Nederlandse in bijna een halve eeuw maakt ze kans mee te doen aan de Olympische Winterspelen. En dat moet haalbaar zijn nadat ze zich dit weekend kwalificeerde voor het WK. Lindsay van Zundert gaat voor een WK-ticket en daarvoor moet ze minimaal 30 punten scoren in deze korte kuur. Dat haalde ze nog niet eerder. De eerste sprong is cruciaal. Een drievoudige Rietberger en een dubbele toeloop. Dat moet eigenlijk nog een triple worden, maar die gaat nog niet altijd foutloos. Om dat risico niet te nemen dat ik anders die 30 punten niet haal, doe ik een triple-dubbel. Ook het vervolg met onder meer een triple loots is foutloos. De website laat niks zien, dus komt de uitslag op papier. 32,87 punten. Lindsay van Zundert, 16 jaar, mag naar het WK. Ja, Lindsay, je bent 16. Klopt. Hoe is het? Ik ben heel blij dat ik die punten heb gehaald. En het is zeker toch iets waar ik voor werk. En waar ik ook voor wil blijven werken. Om hopelijk mij te kwalificeren om een korte kuur op het WK senioren. Joan, jij bent als oprichter van Stichting Kunstschaatsen nauw betrokken, hè, bij Lindsay. Ja, Stichting Kunstrijden Nederland is inderdaad opgericht om dus deze talenten op te vangen. Omdat de KNSB natuurlijk niet zo erg veel doet voor het kunstrijden. Ja, dat gezegd hebbende. Hoe oud was Lindsay toen je haar voor het eerst zag? 12. En wat zag je? Nou, ik zag een meisje die rondreed. En waarvan ik niet begreep waarom ik die niet eerder gezien had. Want ze beginnen normaal met 8 jaar, 7 jaar. En dan zie je ze dus groeien ieder jaar. En deze had ik nog nooit gezien. Dus ik zat met Sjoukje en ik zei, ja, maar wie is dat dan? Ja, zegt ze, die heb ik al lang gezien bij de eerste wedstrijd van het seizoen. Hè. Dat is dan gewoon om je te plaatsen. En daar was ze ineens. En ik had hem nog niet gezien. En wat viel er zo op aan haar? Nou, de flair. De ongelooflijke flair. De mogelijkheden, ook lichamelijk. Want daar kijk je natuurlijk ook naar in onze sport. En ja, ik zag het gewoon. Ik vond het geweldig. Laten we eerst even teruggaan naar jou. Want jij kende Joan, neem ik aan, wel. Ik had er vroeger toen klein van nog niet echt van gehoord. Nee. Maar toen ik in Nederland kwam, kreeg ik dan zo van andere schaatsers in mijn club dan te horen. Dat is Joan Haanappel en ze doet Stichting Kunstrijden in Nederland. En toen sindsdien ben ik daar toch wel een beetje gaan opzoeken wie dat was. Ze heeft namelijk in het begin in België getraind. Ze woont in Etten-Leur en dat loopt voor de hand. Er zijn ook goede coaches en daarom... Ja. Kwam ze dus voor het eerst met 12 jaar bij mij in zicht. En ik bij haar dus. Ja. We gaan even terug naar jou.